Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Hoezo? Nou, je hebt altijd hetzelfde. Dit is Joy. Mooi niet. En dit is Bart. Yay! Daar gaan ze. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Erg dit! Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Super cool. Top. Dit is Joy en Bart. Ja, goed. Heel top. Hey, luister, ik zit even op de bank jouw filmpjes te kijken en ik vroeg me ineens af, hoe krijg jij het nou altijd voor elkaar dat je haar zo goed zit? Ik lees altijd tijdschriften en ik kijk een beetje naar mijn idolen. Maar volg je dan een bepaalde trend? Nee, ik doe gewoon wat ik leuk vind bij mijn haar. Vraag jij dan niet ook af van hoe dat soort trends ontstaan? Ja, daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Er moet iemand bedenken en dat gaat dan iedereen volgen. Kunnen we dat niet op een of andere manier uitzien te vogelen? Ja, ik weet misschien waar we naartoe kunnen, namelijk de National Trend Vision Awards. En dat is een event die op zoek gaat naar de beste haarstylisten op dit moment. Nou, dat lijkt me onwijs leuk. 5 minuten? Ja, is goed. Tot zo. Tot zo. Wat heb je snel gedaan? Ja. Goed, man. Hey, maar we zijn er. Ja, bij de National Trend Vision Awards. Dat klinkt ongelooflijk cool, maar is dat het ook of niet? Want ze gaan hier kijken wie de beste haarstylist en colorist is van dit jaar. Oké, okay, en we gaan dus ook al wat over trends leren. Haar, heel veel haar. Nou, ik heb al jarenlang mijn haar hetzelfde. Ik heb geen idee waar ik ermee moet. Misschien komen we vandaag wel achter. Ja, misschien kan je het wel stijl doen. En ik hoop dat jij thuis je hersenen aan hebt staan, want er komt weer een opdracht aan. Joy, hoeveel van dit soort? Hartjes. Hartjes, inderdaad. Zie jij in deze aflevering en deze telt niet mee. Nee, weet jij het juiste antwoord, dan maak je kans op een Swiels hoeveelbord waar ik nu ook op sta. Ga jij rijden? Kom ik achter je aan. Ja, nou, je moet wel vasthouden. Moet ik even helpen? Ja. Oké. Toen we daar binnenkwamen, rook het echt meteen naar haarlak. En er waren overal kapsters en modellen die helemaal mooi gemaakt werden. We zijn op zoek naar Chaco. En Chaco is een beetje de grote meneer van dit evenement. Hij weet er alles van. Volgens mij staat hij daar. Ah, kijk, daar is hij hoor. Nou ja, wij zijn deze hele dag al heel erg benieuwd wie eigenlijk al deze haartrends bepaalt. En we dachten, ja, welke dag is eigenlijk beter dan hier? Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? De awards is eigenlijk de eindstadium van een wedstrijd. Dus wat je nu hier allemaal aan mensen ziet, dat zijn mensen die doen mee aan een competitie. En het zijn allemaal kapsters en kappers die in salons werken, professionele salons. En van daaruit meedoen aan deze competitie. Zijn deze awards belangrijk op een of andere manier? Ja, aan de ene kant natuurlijk voor de deelnemer. Een erkenning van hun kennis en kunde en craft en creativiteit. En het is natuurlijk voor de klandizi die de salons bezoekt ook een statement van hier krijg ik echt kwaliteit. Deze krukjes staan er niet zomaar. Hier komen zometeen allemaal modellen op te zitten die nu geprepareerd worden. Die gaan dan heel mooi zitten wezen. En dan worden ze uiteindelijk beoordeeld door een jury. U bent een lid van de jury? Dat klopt. En kan ik vragen wat jullie dan precies doen zometeen? Nou, we moeten een paar mensen natuurlijk uitkiezen die in de prijzen vallen. Ik ben als enige vanochtend al geweest. Ik heb alle kandidaten al gezien. En ik moet zeggen, ze zijn allemaal een winnaar. Ik let op de vaktechniek. Of dingen kloppen, of kleuren mooi in elkaar overvloeien, of juist niet. Maar er moet een idee achter zitten en dat moet er eigenlijk uitkomen. Maar je haalt wel zeg maar, de vormen, de structuren, de ambacht. Als dat er goed uit te lezen is, dan hebben we een winnaar. Moet je op de hoogte zijn van alle trends om dit ook echt goed te kunnen beoordelen? Eigenlijk vind ik, of het een trend of niet, het gaat erom, vind het mooi. Dat vind ik altijd bij kunst, hè. Zie dit ook als kunst. Vind ik, ook al weet je er niets vanaf, vind je het mooi, daar gaat het om. Wat is voor kids die nu zitten te kijken op Nickelodeon wel een hele toffe haardracht?
Ik denk toch wel vlechten als je lang haar hebt. Voor meiden die kort durven, ja, sorry, dan ga je toch meer naar deze kant toe. In een leuke pakkende kleur. En voor heren, Dennis? Wees vooral lekker jezelf en word daar heel blij en gelukkig van. Want het is heel vermoeiend om altijd maar alle trends te blijven achterna blijven lopen. Want die zitten hier nu en die moeten dus helemaal stil gaan zitten. En dan kan iedereen die hier is bepalen wie er uiteindelijk gaat winnen. Nou, ik vraag me af, moet je hier de hele avond stil blijven zitten? 2 uur. Wauw, nou heel veel succes. Ik denk dat dit mijn favoriet is, want hij ziet er echt heel erg gaaf uit. En ik zou het zelf ook wel willen hoor. Met de generale repetitie. Ik zie allemaal mensen daar staan. Wat doen ze dan? Ze zijn nu aan het oefenen. Want vanavond gaan ze natuurlijk de show lopen. Oké. Het ziet er echt heel gaaf uit. Ja, het ziet er heel tof uit. Zo gaat het dus vanavond ook worden. Ja. Volgens mij zit Mark van Westerop daar. Wie? Nou, hij is echt een hele bekende haarstylist. Hij doet haar voor tv, voor bladen, commercials, noem het maar op. Oké. Okay. Mark. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Mag ik vragen waar je mee bezig bent? Dit is een onderdeel van mijn show Infinity. Het is ook zo dat we natuurlijk vandaag ook hier een show geven. En een show is om mensen te inspireren. En eigenlijk om een stukje te overdrijven. Hetgene wat de fashion designers ook doen. Mm-hmm. Door bij wijze van spreken de schoudervullingen tot ver daarboven te doen. Vervolgens zien wij het in de winkels. En is het een stukje vertaald naar beneden. Okay. Dus het is om mensen te inspireren. En om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar vind je niet dat Bart ook wel een ander kapsel kan? Ja. Hoezo? Nou, je hebt altijd hetzelfde. Ja, ik denk dat ik daar wel een hele leuke collega-kapper van mij heb. Dat is Marleen Bosman. Ja. En zullen we eens kijken wat die met zijn haar kan doen? Hoi, hallo, ik ben Bart. Hi Bart, ik ben Marleen. Ik ben een beetje bang. Dat snap ik. Ja. Ga je doen? Jij hebt vast altijd krullen. Ik zou het heel tof vinden om die krullen een klein beetje te laten verdwijnen. Zo, Bart, hoe gaat het? Ja, ik voel me een beetje iemand anders, Joy. Ik vind het echt cool, hoor. Nou, Joy, staat er ineens een andere presentator naast je? Nou, ik vind het heel erg leuk. Kom, lekker. De show staat op het punt van beginnen en hier staat nu al een hele rij van allemaal mensen met vlaggetjes. Geen idee wat het is, ik ga gewoon even vragen wat het is. Wat doe jij hier? Ik ben model hier. Ja. En ik moet straks met de vlag moet ik het podium op. En wat staat er op die vlag dan? De naam van mijn haarstylist. Oh ja, en dat zijn dus heel veel vlaggen. Ja. Met iedereen zijn eigen. Dus en ga je winnen, denk je? Laten we het hopen. Spannend, hè? Ja, heel spannend. Hoe zet je kans in? Wij gaan winnen. Oh, jullie gaan winnen? Ja. Ik loop nu tussen de podia heen. Hier zitten mensen. Oh, nu sta ik echt bijna op het podium. En hier is publiek.
volle gang. Het is echt niet normaal. Het gaat echt heel goed. De modellen zien echt top uit. En iedereen ziet er heel blij uit dat het allemaal heel goed gaat. Ik vond het een hele leuke dag. En ik vond het heel erg bijzonder om te zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. En om al die aparte kapsels dus te zien. Maar het was echt heel erg leuk. Zo, hoe vond je het? Ja, vette show. Heel erg kicken. Ja. Hoe vond jij dat dan om alles mee te maken en al die modellen zo te zien? Ja, super cool. En ik vond het vooral heel erg bijzonder dat die modellen echt 2 uur lang daar moeten stilzitten. Ja, ik zou dat niet kunnen. Ik heb 10 minuten gezeten en mijn haar is stijl geworden. Ik vond het al lang. Maar wat ik misschien nog wel het belangrijkste vond, is dat ze zeiden dat je gewoon jezelf moet blijven en je eigen trend moet ontwikkelen. Dus mijn krullen die komen weer terug. Ik hoop dat jullie thuis goed hebben opgelet, want hoeveel van dit soort hartjes kwamen ervoor in deze aflevering en deze stelt niet mee? Het goede antwoord kun je sturen naar dit adres. Ja, en dit is de winnaar van vorige week. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Tot volgende week! Doeg! Hart met krullen, weer!